Precies een jaar na de poldercrash werd op donderdag 25 februari een monument onthuld ter nagedachtenis. De herdenking die plaatsvond in de akker waar het vliegtuig neerstortte is georganiseerd op uitdrukkelijk verzoek van de slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Dit is de dag waarop onze gedachten teruggaan naar de 25 februari van het vorig jaar. Een dag die voor iedereen normaal begon, maar onverwachts in het tegendeel veranderde. Met de crash van de vlucht TK-1951, die 9 mensen het leven kostte en vele tientallen verwonden. Terugkijkend naar de crash van vorig jaar realiseren wij ons maar al te goed, het had nog veel slechter kunnen aflopen. Het uitblijven van brand heeft velen de gelegenheid gegeven zichzelf en anderen te redden. De vliegtuigpassagiers werden daarbij geholpen door direct omwonenden en voorbijrijdende automobilisten die spontaan gingen helpen. Deze zogenaamde burgerhulpverleners hebben levens gered, slachtoffers ondersteund en de professionele hulpdiensten geholpen. Wij zijn hen daarvoor bijzonder dankbaar. De samenleving is gebaat bij burgers die het eigen belang en het eigen gevaar opzij zetten ten behoeve van anderen. Om die reden heeft de gemeente Haarlemmermeer hen vanochtend geëerd met de uitreiking van de gemeentelijke erespeld. In de akker langs de A9 is een herdenkingsplek ingericht. Hier kunnen slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners elkaar ontmoeten. Ook daarom is deze plek, dit monument, van belang. Deze plek met de steen en met de 9 bomen ter nagedachtenis aan de 9 overledenen. Dit is de plek waar iedereen op zijn of haar eigen moment kan blijven herdenken. Ik wil eindigen met het voorlezen van de tekst op de steen. Uw leed is ons leed. Sisin atyunus bitsim atyumus. Your grief is our grief. Dank u wel. Eerder op de dag werden 15 burgerhulpverleners onderscheiden met de gemeentelijke erespeld. 3 hulpverleners krijgen de decoratie nog op een later moment. Een van de burgerhulpverleners die de gemeentelijke erespeld kreeg uitgereikt, kijkt heel nuchter terug op de gebeurtenis van een jaar geleden. Hij heeft er geen slapeloze nachten van. Ja, ik denk dat het op zich wel meevalt. Je hebt natuurlijk wel een nodige ellende gezien. Alleen als je kijkt naar de mensen die je geholpen hebt, die heb je... In mijn zin zien ze heel Zuid en naar buiten zien gaan. In de blik in de ogen, zeg maar, van dankbaarheid of zoiets. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Dat gaf ze dusdanig veel voldoening dat je, van, dat je daar een mooie positieve energie uit hebt kunnen halen. Dus het heeft ongetwijfeld wat met je gedaan. Maar het heeft in ieder geval niet zo'n impact gehad dat je de slapeloze nacht aan over hebt gehouden, zeg maar. Dus. Professionele hulpverleners, zoals die van de Schiphol Brandweer, zijn middels een bedrijfsopvangteam begeleid in de verwerking van hun ervaringen. En we proberen zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan. Nou, wat is er nou gebeurd? Hoe is dat gegaan en wat voelt hij daar ook bij?
En onder andere wat ik net vertelde over de moeilijkheid om niet direct op individuele slachtoffers in te gaan, maar het totale plaatje, nou dat raakt mensen wel, omdat het gevoel wat je hebt is toch om naar andere mensen te gaan om te helpen. En nu moest even dat andere belang, het voorkomen van een groter incident, voorgaan. Nou, dat zijn dan de onderwerpen die wel tijdens die gesprekken naar voren komen. Vandaag hebben we samen met de direct betrokkenen, de slachtoffers, degenen die in het toestel hebben gezeten en de hulpverleners nog eens kunnen terugkijken naar vorig jaar. Wat we hebben gedaan om de ramp die er was zo goed mogelijk te beperken, slachtoffers verder te voorkomen. En ik denk dat dat voor iedereen een hele waardevolle dag is geweest.